Hallo, mijn naam is Stef Clement. Ik woon tegenwoordig in Utrecht en ik was tot vorig jaar wielrenner bij Jumbo-Visma. Ik reed zelf 6 keer de Vuelta en ik ga jullie vandaag de highlights van de etappes 2020 in de provincie Utrecht laten zien. De tweede etappe van de Vuelta 2020 loopt van Den Bosch naar Utrecht. En hier, bij de Rijnbrug bij Rhenen, komen de renners de provincie Utrecht binnen. Hier gaat het feest voor ons echt beginnen. De Grebbeberg. Dit is de eerste klim van de Vuelta volgend jaar. Ze kent 42 hoogtemeters met een maximaal stijgingspercentage van 11,6%. Wie weet dat hier voor het militair ereveld de Grebbeberg of onder toeziend oog van de reuzenpanners van het Ouwehands Dierenpark de eerste bergpunten worden gepakt. Natuurlijk mag de Amerongse berg in deze etappe niet ontbreken. De renners komen van de makkelijke zuidkant, waar zich onder andere kasteel Amerongen en wielercafé De Proloog bevinden. Een van de grote wensen van de organisatie is om na de Amerongse berg met het hele peloton over deze prachtige landingsbaan van vliegbasis Soesterberg hier bij het Nationaal Militair Museum te gaan. Vanaf half augustus is de baan normaal gezien weer open. En het is te hopen dat er overeenkomsten worden bereikt met het Utrechts landschap, want dit levert natuurlijk wel fantastische plaatjes op. Ten slotte rijdt het peloton vanuit Rijnsweer hier het Science Park op, waar onder andere het UMC en de Universiteit van Utrecht gevestigd zijn. Ook wordt er hard gewerkt aan de nieuwbouw van het RIVM. Met de Tour in 2015 kwamen we hier met de individuele tijdrit langs. Vandaag in de Vuelta zal het waarschijnlijk op de Leuvelaan uitlopen massasprint, waar onze Nederlandse trots Dylan Groenewegen de grootste kans hebben zal zijn.